Hey, Kuipsnik ben je game. Welkom bij een nieuwe episode van SimCity. En ja, vandaag wil ik even beginnen met het bouwen van een paar parkjes. Want we willen graag dat deze mensen wat blijer worden. Want ze zijn nou niet echt klaar om te upgraden. Ik geloof dat ze niet heel erg gelukkig zijn. Ik weet niet echt waarom, maar we kunnen het in ieder geval we kunnen het probleem in ieder geval een beetje verhelpen door wat parken te plaatsen. Dus ik ga hier even een paar huizen slopen om dan een park te kunnen plaatsen. Even kijken, we willen de landwaarde niet verhogen, want mensen met een lage landwaarde zijn ook hard nodig. Dus we willen. Nou ja, kijk, als ze stijgen naar gemiddelde landwaarde, dan is het wel oké, want daar is toch ook vraag naar. Maar ik heb hier al gemiddelde landwaarde en hier komt nog hoge landwaarde. En dat wil ik hier een beetje op dit eiland houden. En het is geloof ik ook wel handig om het verdeeld te hebben uiteindelijk als je een grotere stad hebt. Want dan. Het is gewoon ook, eigenlijk ook best logisch, want het is handig om de winkels voor mensen met lage inkomens op één plek te hebben, samen met de mensen met lage inkomens, dat die er makkelijk bij kunnen. Het is onhandig als het dan door elkaar zit, lijkt me. Dus, oh, je kan met Q en E draaien, dat gebruik ik echt nooit. Dus, wat zal ik doen? Ik wil de landwaarde dus even laag houden, wat is er leuk? Dit heb ik eerder gebouwd, dat vonden mensen leuk. We kunnen hier best wel wat geld aan uitgeven, denk ik. Parkeerplaatsen. Ik vraag me af wat mensen leuk zouden vinden. Want kijk, dit is best wel duur. Is het groot? Oh, dat is groot. Nou, dat ga ik zeker niet doen. Dat is te groot, vind ik. Het is heel duur, maar. Ja, het is ook best wel duur per uur. Blijkbaar kost het veel geld, maar het is gewoon een veld. Maar ik denk dat mensen. Speelt er misschien. Kijk, je hebt ook een klein veldje. Laten we dit doen. Barbecue. En je zult zien dat mensen hier blij van worden. Ja, daar worden ze blij van. Je staat, omdat het geen landwaarde verhoogt, staat er geen cirkeltje omheen. Maar het lijkt erop dat het best wel wat mensen bereikt. Het kan geloof ik ongeveer tot hier, ongeveer zo eromheen. Dus weet je wat, we doen gewoon nog iets. Worden ze misschien nog wel blijer. En nu vraag ik me af of dit ook echt direct al effect heeft op dit getal. Ja. Ja, ik geloof het wel. Jullie zien het stijgen. Ja. Wauw, oké, dat hielp dus. Oké, daar ben ik best wel blij mee. Oké, en dit gaan we trouwens toch zones geven. Want dat is misschien wel weer genoeg commercie. Ik hoop het. Oh ja, want deze mensen waren natuurlijk. Dat was ik nu even vergeten, maar deze mensen waren natuurlijk ook ongelukkig omdat ze niet genoeg winkels hadden. Maar dat is nu waarschijnlijk ook deels opgelost in ieder geval. Ja, mensen hebben geloof ik nog niet echt gerealiseerd dat ze hier zijn. Oh, maar kijk, ze zijn nog niet helemaal open, geloof ik. Maar als ze helemaal open zijn, dan worden deze mensen denk ik ook wel wat gelukkiger. Omdat ze dan ergens kunnen winkelen. En ik zie dat we bijna 7000 per uur verdienen. Het is heel erg omhoog gegaan in de volgende episode. Even kijken. Ja, kijk dit. En 3000 daarvan. 3000 van totaal is van gokken. Hier staat nog steeds een verlies. En dat vind ik echt heel vreemd. Het zou al lang moeten zijn geüpdate. Dat is vreemd. Ik weet niet echt waarom dat nog steeds zo is. Misschien is het een bug, maar. Ja, want ik weet zeker dat we er heel veel mee verdienen. En hier ook. Wauw, is dit nou serieus meer dan dit? Dat kan nooit. Nou ja, deze heeft wel een paar upgrades. Dat heeft misschien wat mee te maken. Maar dat deze gewoon meer verdient dan dit hele ding. Maar ik heb dit natuurlijk ook wel hoger zien gaan. Maar ja, we hebben in ieder geval een paar reacties gekregen van Joey Hutte. Die zei dat al die brandjes hier misschien kwamen omdat de brandweerkazerne, zeg maar, die radius niet heeft. Even laten zien. Ja, jullie zien waar het groen is. Dat is, zeg maar, het gebied van de brandweerkazerne. Hij zei dat misschien omdat de industrie ver buiten dat gebied zit, dat ze daar daarom misschien niet blusten. Maar ik geloof dat helaas niet waar is. Want ja, als het wel waar was, dan had ik tenminste een beetje zekerheid. Want als je hier bijvoorbeeld kijkt naar de gezondheid, die heeft ook maar een beperkte radius. Maar ik heb hier, geloof ik ook onkenbaar in de vorige episode, hier een ambulance gezien. Echt ver buiten de radius. Dus die cirkel is niet echt het uiteindelijke gebied. Het is natuurlijk beter als het dichter bij het gebouw is. Dat is wel waar, natuurlijk. En wat hij ook nog zei was dat misschien brandweerwagens vast kwamen te zitten in het verkeer. En dat kan heel goed kloppen. Dus we moeten die trams. We moeten die trams zien te krijgen. En dan. Wat zit? De bus is overvol. Oh, blijkbaar hebben we misschien wel een tekort aan bussen. Dit ziet er goed uit, maar misschien moeten we toch maar dat busstation een keer bouwen. Dus ja, we moeten echt
ervoor zorgen dat we trams krijgen. En dat helpt dan hopelijk een beetje. Oké. Dus laat ik nu... Kijk, wat zal ik nu als eerste doen? Ik ga denk ik even... het gaat waarschijnlijk heel veel geld kosten. Maar uiteindelijk wil ik het toch hebben. En het zal het waard zijn. Want ik wil trams hebben. Verbeteren het openbaar vervoer hopelijk een beetje. Het gaat best wel duur zijn. Want we moeten ook die hele weg nog upgraden. Ja, ik heb het er wel voor over. Oké, kunnen mensen ook gewoon wat beter... Of wacht. Nee, dit voegt helaas geen extra banen toe. 6 is echt het maximum. Dat is best wel jammer. Maar ja. Dan moeten ze maar met de tram gaan. Ik hoop dat ik dit allemaal heb geüpgraded naar... Oh nee, wacht. Ik geloof dat ik toen ik dit aanlegde, dat ik meteen al met drukke wegen begon. Want ik heb bijna eigenlijk in elke stad wel dat je altijd nog een paar wegen bent vergeten, zeg maar. Maar ja, dat heb ik geloof ik niet in deze stad. Dus dit wordt heel duur. 6000. Nog een keer 6500. Wauw, dat is echt ongelooflijk duur. 6200, 6200. Oh, en nog meer. Dat is gelukkig wat minder, want het is een kortere weg. Oh wacht, we hebben nog wat. Hier een klein beetje. Dus ja, we hebben nu trams. En ik... Oh, kijk. We kunnen hier nog een kruising maken met de trams. Dat is misschien ook wel handig. Misschien moeten we dan... Oh wacht, hier hebben we geen grote weg. Misschien kunnen we nog wat meer van die kruisingen maken. Maar dat kruisingen zijn niet echt altijd goed voor verkeer. Omdat je dan moet wachten op elkaar om er langs te komen. Dus dat is misschien niet zo handig. Ja, dit is een beetje... Ik maak me hier een beetje zorgen over toch. Want het is nu echt al heel lang geopend. Dus ja, ik weet niet. Want deze doet het heel erg goed aan de andere kant. Dus misschien zouden we gewoon geld besparen als we deze sluiten. Want kijk, het is nu gewoon ochtend. En deze heeft nog steeds zoveel meer per uur dan deze. Nee, niet het politiebureau. Dus ik weet niet of ik het laat staan. Misschien moet ik ook even kijken hoe de situatie is nadat we wat meer woonwijken hebben. Maar ja. Oké, even kijken. Waar zal ik het tramstation doen? Het is misschien wel handig als dat hier komt. Oh nee, dat komt niet zo goed uit. Misschien sloop ik dan wel wat van die wijk. Om hier een busstation te kunnen doen. Want dan kan ik het tramstation hier doen. En wacht, hebben we dit? Dit is niet echt handig, hè? Want nu kunnen de trams... Ja, nu is dat ook verbonden. En we willen dat waarschijnlijk ook verbinden met de trams. Laten we dat nu even doen. En kijk eens hoeveel geld we uitgeven aan die wegen. Het is echt niet normaal veel. Maar ik denk dat dit best wel veel gaat helpen met het verkeer. En we gaan waarschijnlijk een tramdepot plaatsen. Die gaan we ook helemaal upgraden, denk ik. En dit is niet echt nodig om te doen. Ook al weet ik niet of dit gaat werken. Want ik geloof dat die trams een beetje over de baan glitchen, zeg maar. Oh, weet je wat? Ik heb wel een idee. Dus ik weet niet of deze trams dan, zeg maar, weer om konden draaien zoals ze daar misschien kon. Nou, wacht. Ik weet niet zeker of dat wel zou werken. Want dat is natuurlijk een veel te scherpe bocht. Maar het blijft wel SimCity. Ik heb die trams van de ene baan naar de andere baan zien springen. Dus het is allemaal een beetje geglitcht. Maar ik doe gewoon even dat. Want dat zijn nog geen huizen. Dus er hoeft nog geen tram overheen te gaan. Oké, dit gaan we wel even doen. Het gaat niet in een mooi rondje. Ze springen denk ik gewoon naar de andere baan. Hier hebben we nog niks. Dus hier hoeven we ook nog geen geld aan te gebruiken om een tram ervan te maken. En anders zouden ze misschien nog hier overheen rijden terwijl er niks is. Dus dat was misschien een beetje handiger om het dat even af te sluiten. Dus ja, dit verkeer. Wauw. Er zijn er natuurlijk ook wel wat verhuiswagens tussen. Die rijden helemaal synchroon. Wat verhuiswagens van dit gebied. Die zijn er nu natuurlijk ook tussen. Daar moet je dan wel aan denken. Even snel naar het waarderingscijfer. Oké, 73 is al iets beter. Vond niks dat kinderen niet naar school konden. Hier staat niks meer over dat mensen niet naar de winkels kunnen. Dus dat is geloof ik wel opgelost. We hebben genoeg commercie blijkbaar. Alleen ons personeel sterft. Misschien moeten we toch eens iets doen aan ons ziekenhuis. Misschien moeten we hier gewoon een soort van hub maken van een brandweerkazerne en een ziekenhuis. Maar het tramdepot wil ik daar ook. De stortplaats staat hier misschien een beetje... Kijk, bijna alles is verbrand. Oké, dat is in ieder geval goed. De stortplaats staat hier een beetje krap, zeg maar. We kunnen niet echt makkelijk uitbreiden met met deze dingen. Even kijken, maar... Hier staat nog steeds afval leidt tot bodemverontreiniging. Maar er zit geen afval in, dus ik vraag me af of we dat uit zou maken. Maar ja, dus dat kunnen we nog slopen, maar... Dan zouden we alsnog geen plaats hebben. Dus het
tramdepot ga ik denk ik maar hier doen. En dan kunnen ze via die overgangen naar de verschillende wegen. Dus ja, ik hoop dat dit gaat werken. Ik hoop dat dit gaat helpen, de trams. Oké, dus tramdepot. Ja, het is best wel groot. Ik kan het ook daar doen. Verder, zou dat handiger zijn? Ja, nou, dat maakt waarschijnlijk niet zo heel veel uit. Ja, je upgrade aan de andere kant. Ja, nee, ik doe het even aan deze weg in het midden. Oké, en... Kijk, ik ga denk ik niet meteen helemaal upgraden. Dat is misschien een beetje overdreven, maar ik ga er in ieder geval een paar toevoegen. Laten we er 3 toevoegen voor nu. Want kijk, deze kosten wel 300 per uur, dus dat gaat ook aardig wat geld kosten, tramdepot. Oké, dus we zullen zien wat dat doet. Maar we hebben nu natuurlijk nog geen tram al, dus dat was niet zo handig. Dus waar zal ik ze doen? Ik denk niet dat ik ze... Kijk, want als je echt heel veel haltes hebt, dan heb je heel veel plaatsen waar je moet stoppen. En dat kost natuurlijk veel tijd. Dus dat is natuurlijk ook iets om over na te denken. Hoeveel haltes wil je hebben? Dus laten we er hier eentje doen bij de industrie. En hier eentje... ja, in het midden van dit gebied ongeveer. Nou, uiteindelijk wordt het midden meer hier ergens. Als ik het zo bekijk. Maar het midden van wat we nu hebben. En dan hier eentje bij huizen. Hier nog eentje bij huizen. En hier nog eentje bij het stadhuis. En dan... even kijken, hier eentje bij de ene casino, hier eentje bij de andere casino. En ja, hier werkt geloof ik niemand, dat gaat gewoon automatisch. En oh, ik weet nou niet zeker of we er eentje bij het tramdepot zelf ook moeten plaatsen. Maar ik geloof dat het al gewoon telt als een halte. Ja, dat zal toch wel. Dat zou eigenlijk een beetje raar zijn. Oké, het functioneert al. Maar jullie zien 1275 per uur en we hebben nog niet eens volledige upgrade. Dus dat kan nog wel best wel duur worden. Maar we zullen zien of dat echt effect heeft. Nu is het nog nul. En we kunnen ook iets met boten gaan doen. Dat heb ik nog nooit gedaan, geloof ik. In deze let's play. Ja, kijk, je hebt een heleboel plaatsen waar je het kan doen aan het water. Misschien brengt dat toeristen naar deze stad. Oh, het zou mooi zijn als we het hier konden doen. Weet je wat? Misschien wil ik het nu wel even proberen. Oh wacht, deze weg hoort er niet bij. Ik kan hem zo weghalen. Oké, zo. En dan kunnen de stortplaatsen niet echt meer verder upgraden. Maar het is denk ik ook niet echt nodig. Oh, kom op. Oh, nee. Het kan net niet door die verbrandingsoven, denk ik. Kunnen die niet op een andere plek? Ja, we kunnen het daar doen. Maar daar zit nu al pad. Dus we gaan het even aanpassen. Deze weg, zodat het wel lukt. Oké, dus... Oh, wacht, daar is nog een klein stukje. Oké, ik ga hem eerst even plaatsen en dan doe ik dat pad. Ja, zo. En dan kan dat weg. En hopelijk is er dan wel ruimte voor een haven. En dan gaan we... Gaat dit lukken? Ja, dat past net. En even kijken, we moeten hier... Even zorgen dat het goed uitkomt. Oh, wegen overlappen. Oh nee, het is weer scheef hoor. Het is weer scheef. Elke episode moet er wel iets scheef gaan. Ik doe gewoon even zo. Ja, dan gaat het even wat langer door en dan stop ik het daarna weer. Oké, dus hopelijk kan ik dat nu doen. Als ik genoeg geld heb, nee, ik heb niet genoeg geld. En het kan niet. Moet ik dat nog weghalen, maar dat... Nee, dat... Ah, nee, dan gaat de stortplaats weg. Ik heb ook niet genoeg geld, dus ik laat de tijd even doorgaan. Zodat we ook nog wat verdienen. Maar dat is echt heel jammer. Want dat was een mooie plek. Dus daar, ik weet niet zeker of we daar nog iets mee kunnen doen. Want het zou vervelend zijn als je die ruimte dan nog verspilt. Maar we hebben misschien ook uiteindelijk wel meer ruimte nodig bij de stortplaats. Of dat kunnen we misschien ook vervangen door een recyclingcentrum. Maar ik weet niet zeker. Oh wacht, in één zo'n ding dat je koopt zitten geloof ik 3 trams tegelijk. Dus dat is eigenlijk al heel veel trams waren dat eigenlijk al. Ik zie hier 0 passagiers per dag. Dat moet nog updaten, hoop ik. Want ik kan me niet voorstellen dat er echt niemand is die het gebruikt. Dat zou niet moeten kunnen. Maar kijk, het shuttlebus die posten wel een stuk goedkoper. Maar daar ook maar 6 bussen. Ik ga het even helemaal upgraden. Want er komen gewoon veel toeristen in deze stad. En we willen geen files en zo. We willen niet dat mensen lang hoeven te wachten. En er stond net al een berichtje dat de bussen altijd vol zaten. Dus dan voegen we er gewoon nog een paar toe. Oh, riolering is nu geloof ik wel echt een probleem. Alleen hebben we geen geld om het op te lossen. Want we hebben net allemaal uitgegeven. Dus we kunnen deze kant op nog upgraden. Dan gaan er een paar industriële gebouwen weg. Maar hier hebben we ook nog plek.
Ja, dus dat zou ook nog kunnen. Dus ja, mensen moeten heel even wachten met poepen, dan komt het wel goed. Even kijken, dus we hebben nu 13.000, we verdienen nu iets minder per uur. Het is geen 7.000 meer door al die nieuwe dingen die we hebben gekocht en we hebben ook dit uitgebreid. Dus ja, het is iets minder, gaat iets langer duren om het bedrag van 40.000 te krijgen. Wow, dit lijkt ook net zo'n ding van het riool eigenlijk. Maar dan net iets kleiner. Maar oké. Laten we even kijken. Zijn deze mensen nog blijer geworden? Ja, ze worden geloof ik langzamerhand iets blijer. En die parken hebben geloof ik echt geholpen. En die commercie natuurlijk ook. Alleen, er is iets mis. Oh, de zaken gaan goed. Net zei je dat je geen werknemers had. Hier zijn misschien een paar mensen die al in het groen komen. Dus dat lijkt me best goed. En deze commerciële gebouwen die worden heel snel gelukkig omdat ze zoveel klanten krijgen. Want heel veel mensen hadden een hele tijd niet goed kunnen winkelen. En nu gaan ze allemaal naar die winkels. Dus ik denk dat die heel veel winst krijgen en dan snel gaan upgraden. Dus dat is in ieder geval goed. Ja, je ziet die balkjes ook af en toe een beetje veranderen. Oké, we hebben nog geen 40.000. Oh, dit is gedaald opeens. Oh, wat? Ons inkomen heeft. Wat? Oké, kijk, hier staat nu wel winst, maar we verdienen helemaal niks. Dus dit klopt gewoon echt niet. Nu staat er opeens wel winst per dag, maar per uur is het echt niks. Ik snap niet, het verandert zo vaak. Misschien zijn we er gewoon nog niet klaar voor eigenlijk. Dit gaat gewoon nog steeds goed, maar hierdoor, ja, hierdoor hebben we echt geen inkomen meer bij stadsspecialisatie, want we hebben meer kosten dan inkomen. Dus, nou, ik weet niet, zal ik het sluiten? Ja, ik ga het sluiten. En dan zien we waarschijnlijk gewoon dat dit omhoog gaat. Omdat we. Kijk, dit is. Ja, de kosten voor gokken zijn nu veel kleiner. Dus iedereen gaat nu hierheen waarschijnlijk die wil gokken. Dus dit zal ook nog wel een beetje stijgen. Oh, we hebben een afvalprobleem. Stroomuitval. Hoe kan dat? Hoe kan dat? We kopen stroom en het zou gewoon. Oh, dat is water. Het zou gewoon zeg maar, we zouden steeds iets meer moeten uitgeven. We zouden steeds precies de goede hoeveelheid moeten kopen. Maar blijkbaar, misschien is er niet zo heel veel beschikbaar in Audible. Staat hier ergens op de. Oké, okay, ik vereis 66,1. Dus we gaan even naar Audible en dan kijken we. En dan kijken we even hoeveel hier beschikbaar is eigenlijk. Want ja, dat wil je natuurlijk niet elektriciteit van Oliebol kopen die eenmaal niet heeft eigenlijk. Dat Oliebol zelf geen elektriciteit meer heeft. Dus er was 66,1 vereist en dat gaat natuurlijk nog veel hoger worden. En uiteindelijk hebben we echt honderden megawatts aan elektriciteit nodig. Dus het gaat ook heel snel stijgen als we upgraden. Oké, daar zijn we weer in Audible. En wauw, het is zo. Nee, ik ben hier zo lang niet geweest. En nu heb je dan weer al die wolkenkrabbers en Empire State Building. Dat zie je dan weer. Daar ben je dan echt niet gewend. Omdat je omdat je alle kleine huisjes bent gewend en zo. Batterij bijna leeg. Dus wat is er hier aan de hand? Het is. Even kijken, vereist 412. Capaciteit 750. Dus dat is echt. Wauw, het is echt. En wacht, hier staat 0 voor. Hè? Oh, kijk, verkocht 43,7. Oké, ik dacht al, waarom staat het op 0? Maar dus echt, even serieus. Ze produceren zoveel meer. Dus daar hoeven we ons echt in ieder geval nu nog geen zorgen over te maken. Maar misschien wel later hoe dat gaat. Ja, Oliebol produceert zoveel. We kunnen echt nog wel even blijven kopen. En ik wil ook best, ik zou ook best iets meer willen uitgeven aan elektriciteit. Om ervoor te zorgen dat we gewoon net iets te veel hebben, zodat het altijd goed is. Want ik zag hier af en toe een paar probleempjes dat het net niet genoeg was. Oh, en dit is trouwens een glitch van dat alles rood is. Als je stad pas net joint. Oké, maar je ziet dus af en toe is het een beetje in het oranje. En we hadden dus ook een probleem hier bij de vuilnisbelt vanwege stroomuitval. Wat? Hé, wat? Hoe kan dit? Ze zijn niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Dat slaat echt nergens op. Want normaal gesproken werkt dat gewoon met paden. Met wegen. Ik denk steeds een rollercoaster Tycoon 3, dus dan zeg ik paden. Maar dit is. Oh, dit is heel vreemd. Waarom kan ik dat niet. Nou, weet je wat? Ik bouw deze hele weg even opnieuw, want het is echt gebukt. Bocht is scherp.
Hier zit nog zeker nog zo'n. Nee? Het werkt niet? Nee? Waarom kon ik daar niet vanaf bouwen? Nee, hè? Dit is zo raar. Bochten scherp. Hé, waar staat het op? Moet ik dit nu serieus gaan slopen? Oké. Okay. Ja, daar zit nog een zandwegje. Ik wist het wel. Dat zit nog een sneaky zandwegje. Oké, dus nu zou het wel moeten kunnen. Bochten scherp. Oh, dit meen je niet. Dit wegen zie. Oh, nee! Nee! Daar gaat mijn inkomen per uur. Wauw. Wauw, er moet eigenlijk ook zo'n berichtje komen van, weet je zeker dat je dit wil slopen bij gebouwen die jij niet zelf hebt gebouwd? Bij gewoon de industrie en woonwijken en commercie. Want het is nu alleen bij dingen die je zelf echt bewust hebt gebouwd, zeg maar. Dus bijvoorbeeld hier de vuilnisbelt of zo. En we gaan het ook gewoon upgraden. Oh, dat bedoel ik niet. Nee, dat bedoel ik niet. Waar? Ik druk toch. Oh nee, wacht, ik druk op het verkeerde ding. Toch? Ja, R, upgraden. We gaan het gewoon even helemaal upgraden. Lijkt me wel handig. En dan zo. Zo, ja. Oké, dus hopelijk hebben ze nu wel weer elektriciteit. Ja, het is verbonden, maar het moet nog even doorstromen. Ja, oké, daar komt het. Want dat was heel vreemd. Het was wel verbonden. Jullie zagen dat die weg gewoon verbonden was, toch? Dus ja, maar en dus daarom kon het afval niet worden opgehaald. Oké, is het weer een beetje. Ja, het is wel goed. Het is nu zo ongeveer overal goed. Het was alleen dat vuilnisbelt geen elektriciteit kreeg. Daar maakte ik een beetje zorgen over. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Anders wordt iedereen ziek. Oh, kijk eens. De vraag naar woonwijken daalt gewoon. Dat is best wel bijzonder. Misschien omdat er nu minder mensen. Kijk, want eerst waren er misschien veel. Wat is dit? Beschikbare banen met gemiddelde inkomen. Ja, er is uiteindelijk toch nog vraag naar gemiddelde inkomens. Maar nu zijn er waarschijnlijk veel banen beschikbaar gekomen, zeg maar. En dus eerst waren er heel veel mensen nodig om al deze banen te vullen. Maar nu is dit gesloten en nu zijn er dus iets minder arbeiders nodig. Ik weet niet zeker of ik dat helemaal kloppend had uitgelegd. Maar dit is echt. Het is zoveel. 2300 per uur. En terwijl dit maar 530 per uur onkosten heeft. Dus ja, kijk dit. Je hebt gewoon. Zeg maar de verhouding tussen verlies en inkomen is hier zoveel beter dan toen we dat ding aan geopend hadden. Dus dat is waarschijnlijk gewoon echt pas als je. Als je een grotere stad hebt. Wat ik wel even kan doen is. Oh, wacht. Ik heb al de upgrades al. Laat maar. Ik dacht, we kunnen nog een beetje upgraden. Maar dat kan blijkbaar niet. Maar de kamers zitten vol, dus. Wacht. Oh nee, ik kan maar één ding met kamers toevoegen. En die zitten dus vol. En je hebt hier dus mooie kamers en goedkope kamers. En dit zijn er 60. En dit zijn er 30. En we hebben nu 60. Dus we kunnen niet meer dan dat. Dat is wel heel jammer, want het zit zo ongeveer de helemaal vol. Dus ja, we konden misschien nog wat meer verdienen. Oh ja, dit was ik helemaal vergeten. Dit moeten we nu echt upgraden. Daar is het echt tijd voor, anders gaat het fout. Waarom kan dit niet? Is het door de weg? Ja, het is door de weg. Serieus, bovenop de weg. Oh, dat is echt vervelend. Oh, dat is echt raar. Dan moet ik die weg misschien een heel klein beetje aanpassen of zo. Oké, hier zijn ook weer mensen aan het bouwen. Als die mensen klaar zijn met bouwen hier, dan dat helpt misschien ook wel weer een beetje met ons inkomen. Want het is niet meer die 7000 helaas. Dit is heel goed. 8000 per uur aan belastingen. Je kan je belasting altijd nog hoger doen. Maar ik vind het ook belangrijk dat mensen gelukkig zijn. En oké, 75. We komen langzaam weer omhoog. We verkopen veel aan toeristen. Oké. Help ons personeel sterven. Misschien moeten we nadenken over een groot ziekenhuis. Oh, maar nee, dat kan niet. Dat is veel te duur. Dat is echt veel te duur. Oké, is er nog. Zijn er nog mensen die binnenkort gaan upgraden? Nee, oké. Deze mensen zijn nog niet echt ver. Deze mensen komen er wel. En deze zeker. Dus ja, als deze mensen upgraden, gaat de populatie zo hard stijgen. Daar verheug ik me echt op, zeg maar. Oké, en dit lijkt me ook wel goed. En we willen dus waarschijnlijk een middelbare school binnenkort. Maar dat kost ook, geloof ik, echt 1000 euro per uur. Of misschien nog meer. Oké, nu is er een probleem hier. Veel gezondheidsproblemen. Ja, ik weet het. Zal ik.
Dat is gewoon heel duur. Daar zijn we nog lang niet, denk ik gewoon. Dit kan. Dit zou kunnen. Maar dat kost weer een extra 400 per uur. Ja. Ik weet niet. Ik denk... Er zijn toch wel echt veel mensen die erover klagen. Ja, daar heb je mensen die klagen. En hier. Dat was het wel, geloof ik. Oh nee, hier ook nog. Nou, ik ga het gewoon doen. Ik doe het gewoon. Zo. Dus dat kost ook nog 400 per uur. We zijn zo erg teruggezakt. We zijn bijna weer bij 3000 per uur. En oké, zijn er nu wel mensen die dit gebruiken anders? Oh, 6000. Wauw, dat is best wel veel eigenlijk. En hier... Oh, wacht. Ik moet hier... Oh, wacht. Dat zijn de bussen. Wauw. Nee, het zijn er maar 1000 helaas. Dan gaan we wat dingen dicht doen. Want het is echt niet nodig om dan zoveel trams te hebben. Dit gaat dicht. En dit gaat dicht. Oké, 600 per uur bespaard. Ik dacht dat er veel meer vraag naar zou zijn. Maar als we maar 1000 passagiers per dag hebben en de wachttijd maar 6 minuten is, kunnen we best wel wat bezuinigen. Maar met bussen is het anders. Dan hebben we echt 6000. En we hebben nu ook echt superveel bussen. Ik geloof nu hebben we het helemaal geüpgraded. Dus nu hebben we ook 24.000. Ja, het kost even tijd voor deze mensen om te bouwen. En als dit eenmaal af is, dan denk ik dat we ook wel hier 4500 gaan zien of zo. Denk ik. Of dat is misschien een beetje positief. Maar je hebt wel een heel groot gebouw, dus ik weet niet. We hebben meer trams nodig. Het liefst gisteren nog. Nee, ik denk het niet. Ik ga het niet doen, want... Het is nu 11 minuten, dus iets meer. Maar ik denk gewoon echt niet dat het nodig is met zo weinig passagiers. We zijn nu bij 4500. Dat hielp geloof ik wel een beetje. Dus... Ja, wat zal ik nu doen? Ik ben best wel teleurgesteld over de futuristische casino of science fiction casino. Want ik was er heel erg blij mee. Maar het gaat geloof ik niet echt werken. Nee, geen burgemeester file. Dat kost alleen maar geld per uur. Maar ik denk dat het dus tijd is om echt massaal te gaan upgraden. Want er is vraag naar alles. We gaan deze wegen ook even fixen. Er is vraag naar alle woonwijken, geloof ik. Dit is... Dit is niet zo handig. Dus vraag naar alle woonwijken zo ongeveer. Dus we gaan nu... Oh, de meeste vraag naar hoge inkomens. Dus dat gaan we regelen hier. We gaan het gewoon volbouwen. En we willen dus ook veel parken. Misschien kunnen we daar wat parken doen of zo. Nou ja, ik kijk nog wel even. Want er is veel vraag naar woonwijken. En misschien als we meer mensen hebben, dan zijn er ook meer mensen die kunnen gokken. En als we die... dat ding hebben. Als we de veerhaven hebben, dan kunnen geloof ik mensen uit andere steden hier komen die een veerhaven hebben. Maar ik weet niet, ik weet echt niet zeker of ik ergens een veerhaven heb. Misschien moet ik die plaatsen. We kunnen ook een vliegveld doen. Misschien is het daar tijd voor. Ik weet niet. Ja, we zien het wel. Dus ik heb alvast even wat toegevoegd. Hey, waarom kan ik het hier plaatsen? Dat is vreemd, want... Er staat bovenop de weg, maar ze moeten ook bovenop de weg. Maar het is echt belachelijk. Kijk, daar kan het wel. Zal ik het daar dan... Ja, we hebben er daar al een. Ik vind het een beetje... Ja, oké, ik doe er daar een en dan hou ik deze weer weg. Dat lijkt me wel goed. Dan is het tenminste een beetje in het midden. Ik heb hier ook een beetje een probleem. Want het blijkt dus eigenlijk, dat zag ik... dat zie ik nu later pas... Deze gebiedjes zijn maar heel erg klein, die roostertjes. Dus ik laat het hier gewoon even open. Ik hoop dat het... Oh, wacht, deze... Is die weg scheef? Nou, ik weet niet zeker. Het zag er net scheef uit. Ja, hier is het ook een beetje... het is allemaal een beetje niet echt helemaal netjes. Kijk, hier kunnen we... Nou, het is een beetje nutteloos eigenlijk. We kunnen dit geloof ik... Nou, hebben we daar een zone? Nee, weet je wat? We doen er gewoon even zone. Nee, daar kan het niet... Hier, ik denk niet dat we daar veel aan gaan hebben, maar dat kleine plekje. Dus ik heb ook de bushaltes. Dus ik ga ze niet meer overal doen, want ik denk gewoon niet dat het echt nodig is. En ik denk ook dat het de landwaarde gewoon te veel vermindert. Nu is het dus echt tijd voor de mensen met een hoog inkomen. Hier komen wat rijkere winkels en deze ruimte is ook al te klein. Weet je wel, dit systeem werkt gewoon echt niet goed voor mij, want hier kan nu echt nooit iemand goed upgraden, dus ik ga dit even weghalen, dat er tenminste iets meer ruimte is. En want hier kunnen nu nooit twee echt grote gebouwen komen. Dat is echt heel jammer.
Dus ja, even als laatste van deze episode ga ik nog even een paar. Ja, oké, dit maak ik wel. Oh, deze zijn groot. Zou ik hier twee kunnen doen? Waarschijnlijk niet. Ik ga nog even een paar parken doen, want zodat we hier hoge landwaarde krijgen, dat is nog niet echt veel. Misschien gaan we. Oh, het zou mooi zijn als we daar nog parken konden doen. Maar ik geloof niet dat we echt parken hebben die klein genoeg zijn. Nee. Nee, dat gaat niet werken. Dus misschien. Oh, het zou mooi zijn als we hier gewoon nog parken tussen konden doen. Maar misschien moeten we. Ja, nou, ik vind wel wat. Dan haal ik misschien daar die weg weg. En dan. Ja, heb je daar een weg minder. Maar dan kunnen we daar misschien wel parken bouwen. Oké, dus we beginnen al wat mensen te bouwen. Dus we hebben nu wat uitgebreid. Ik moet nog de. De woonwijken een zone geven. Maar ja, dat komt later allemaal wel. Dus we zijn weer een beetje omhoog geklommen. We zijn hier bij 6000. Het is nu vooral echt door de inkomst van belastingen. Stadspecialisatie is wat minder hierdoor. Maar als we. Ja, het is wel. Het was wel veel meer. Maar de uitgaven waren ook gewoon veel meer. Dus ik weet niet zeker of dat het nu al echt waard is. Maar ja, we zien het wel. Dus ja, dat was echt alles voor nu. Tot de volgende episode.